Dag dames en heren. Vandaag begon de dag op heel veel plaatsen met zonneschijn. Maar vanuit het zuiden komt er geleidelijk aan meer bewolking opzetten. En dat hoort allemaal bij een lage drukgebied. De kern ervan ligt boven de golf van Biscayen. Daaromheen gekruld een band met bewolking. Ook onder andere boven België en het noorden van Frankrijk. Aan de voorzijde van dat lage drukgebied met een oostenwind. de afgelopen dagen. Maar ook vandaag de aanvoer van hele warme, maar ook hele vochtige lucht. En dat kan bijna niets anders betekenen dan dat er ook een aantal buien worden verwacht voor vandaag. Die zitten er nu al. In delen van Frankrijk soms een paar flinke exemplaren. En ook op de Nederlandse regenradar zien we die buien al voorzichtig vanuit het zuiden naderen. In eerste instantie lost een deel er wel van op. Maar met het oplopen van de temperatuur boven Nederland kunnen de buien vanmiddag weer geactiveerd worden. Op heel veel plaatsen gaat het om een zogenaamde huistuin- en keukenbui. Een normale regen- en onweersbui die overtrekt. En wordt het droog en klaart het misschien wel weer even op. Maar er zijn een aantal plekken waar het echt even flink gaat regenen vanmiddag. Flink wat onweer mogelijk is. En zelfs hagel sluit ik bij een enkele bui niet uit. Maar dat is allemaal lokaal. Voor de buien uit de hoogste temperatuur in het noordoosten, zo'n 28 graden. In het noordwesten wordt het 23 graden. Er staat weinig wind. Maar in het waddengebied, daar steekt een Noordoostenbries op. Ook vanavond zijn nog plaatselijk buien aanwezig. Op andere plekken weet je juist weer al voorzichtig de zon door te breken, nog eventjes. En vannacht veel wolkenvelden, plaatselijk wat mist. En op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 16. Morgen, dan weet vooral in het noordoosten van het land in de ochtend al een enkele bui te vallen. Verder laat de zon zich van tijd tot tijd zien. De grootste kans op een droge dag maakt het westen en noordwesten van het land. Vooral later in de middag komen weer in het oosten en zuidoosten buien tot ontwikkeling. Want daar wordt het het warmst, zo'n 24 graden. In het noordelijk kustgebied wordt het slechts een graad of 18. De komende dagen gaan de temperaturen wat verder omlaag. Af en toe breekt de zon door. En zo nu en dan valt er eens een verfrissende Hollandse regenbui. Fijne maandag.